Hoi, ik ben Dani en ik ga op verschillende manieren laten zien hoe je fit en in beweging kan blijven tijdens je zwangerschap en Enna. En dit doe ik niet alleen, ik heb namelijk drie mommies to be meegenomen, Vanilla, René en Carlijn. We gaan vandaag lekker in beweging komen, we gaan de energie laten stromen. Je kunt het lekker thuis doen in een comfortabele omgeving. Ben je er klaar voor? Let's go! We gaan eerst de benen en de armen lekker warm maken. We doen een knee lift en je gaat gelijk je armen naar voren kruisen. En het is niet te veel inspanning, maar wel lekker om die energie in je lichaam te laten stromen. Nou, ik mag dus echt niet klagen over mijn energielevel. Ik voel me top. Moe. Heel moe. Nu merk ik wel dat het wat zwaarder wordt naarmate we naar de 40 weken gaan. We gaan starten met de volgende oefening. En die kennen jullie thuis vast ook wel, de squat. En voor alle zwangere dames thuis, en natuurlijk jullie ook, zorg dat het goed blijft voeden in je lichaam. Ga niet te veel over je grens heen. Het is lekker, het is goed, maar blijf wel altijd dicht bij jezelf. Zak door je benen, houd vast en ga weer omhoog. En hou de spanning op de benen. Heel goed. Ik voel me fit als ik een goede nachtrust heb gehad. Ik denk net na het sporten. Dan ga ik me een klein beetje tegenzin, begin ik eraan. En daarna heb ik weer volle energie en ben ik blij dat ik geweest ben. Voor deze oefening heb je een stoel nodig. Zorg dat die stabiel staat en dat jij er goed tegenaan kan leunen. Ik zal het even voordoen. Je gaat op je knieën zitten en je houdt je rug recht en je zet je handen op de stoel. En vervolgens ga je een fijne houding voor jezelf zoeken waarmee je kan opdrukken. Ik heb nog een leuke oefening op de stoel. Tricep dips, die ken je vast ook wel. Houd je voeten onder je knieën, je rug recht en laat je langzaam zakken. Hou de spanning erop en druk jezelf omhoog. Let goed op je ademhaling. En als het goed is, voel je je spieren al lekker warm worden. Ik voel het wel. We gaan aan de slag. Ik zou veel meer kunnen drinken. Ik probeer wel genoeg water binnen te krijgen. Ja, ik ben daar heel erg mee bezig. Want eigenlijk drink ik niet altijd voldoende. Het zou wel moeten met een kindje. Water is natuurlijk super belangrijk om goed gehydrateerd te blijven en om je afvalstoffen uit je lichaam te laten stromen. Voor deze oefening gebruiken we ook twee flesjes water. Dit zijn halve liter, die kun je thuis natuurlijk ook gebruiken, dus laten we lekker aan de slag gaan. Neem twee flesjes in je hand, zet één been voor en één been er recht achter, armen gespreid en dan gaan we cirkeltjes draaien naar voren. En niet alleen is dit gewoon goed om je armspieren te verstevigen, maar ook goed voor de doorbloeding. Je gebruikt je armen vaak en ook in de toekomst, straks met je kindje. Dus die willen we lekker extra kracht geven. Het leukste vind ik om lekker te fantaseren over als straks de baby er is. Dat je met trots met je buik kan lopen en dat je een beetje kan showen. Voor de volgende oefening gebruiken we weer twee flesjes water. Flesjes in je hand, benen op heupbreedte, rechte rug. Dan zak je langzaam door je knieën heen. Probeer je knieën recht te houden, maar ze mogen iets gebogen zijn. Je trekt de flesjes op naar je oksels, tot aan je oksels. En je houdt de spanning op je armen. Heel goed. En herhaal dit een aantal keer. Blijf goed op je ademhaling letten. Iedereen heeft me gewaarschuwd voor cravings. En ik heb dat gewoon dus niet. IJs en chocola. Croissantjes. En die vind ik eigenlijk normaal helemaal niet lekker. Oh, trouwens ook appeltaart. Voor deze oefening gaan we liggen. Je zet je voeten op elkaar. Je onderste knie in een hoek van 90 graden en je opent en sluit je benen. En dit is een hele fijne oefening voor je bekken. Let wel weer goed op dat het goed voor je voelt. Het meest kijk ik er naar uit om een gezin van 4 te zijn. Alle ontwikkelingen die ze gaat doormaken. Ja. Ik denk dat nu nog niet te bevatten is hoe dat gaat zijn. Voor deze oefening gebruiken we weer de twee flesjes water. Je kunt deze oefening in deze houding uitvoeren, maar je mag ook eventueel zitten als dat fijn vindt of gewoon lekker staan. Zet je armen in 90 graden. En trek ze op naar je borst. Probeer de spanning te houden op je armen. En blijf goed op je ademhaling letten. You did it! Wel dan! Je hebt deze oefeningen samen met ons meegedaan. Let er wel goed op dat je altijd goed naar je lichaam blijft luisteren. Dat je voldoende drinkt. Een beetje beweging brengt de energie al omhoog. En dat is meer dan goed genoeg.